Enkele tientallen dak- en thuislozen hebben vanmorgen voor het Rotterdamse stadhuis geprotesteerd tegen de sluiting van de nachtopvang aan de Smeernofweg bij de Waalhaven. Hierdoor dreigen 40 tot 60 zwervers weer op straat terecht te komen. Wethouder Florijn beloofde over de gevolgen van de sluiting in gesprek te gaan. De gemeente Rotterdam gaat de roltrappen van de Maastunnel grondig renoveren. Het mechaniek uit 1942 kampt door ouderdom met allerlei mankementen. Maandag viel de roltrap van zuid naar noord uit. Fietsers hadden daar veel last van. Het probleem kwam doordat de tientallen meters lange ketting uit de rails was gelopen. De kettingen moeten door een Duits bedrijf op maat worden gemaakt. En dat kan nog enkele jaren in beslag gaan nemen. Tot die tijd hoopt gemeentewerken de roltrappen met voldoende onderhoud draaiende te houden. De Botlektunnel is weer open. Kort na 8 uur vanmorgen werd de A15 weer vrijgegeven nadat daar in de vroege ochtend een dodelijk ongeval was gebeurd. Een nog onbekende man die op de snelweg liep, werd door 3 vrachtwagens aangereden. Het afsluiten van de A15 in de richting Europort leidde tot een lange file op de A15. Ook op andere delen van de ring en in de stad werd het drukker dan normaal. Vandaag is het wisselend bewolkt. Vanmiddag, met name wat dieper landinwaarts, is de kans op een bui. Het wordt een graad of 19 en het waait best wel stevig uit het zuidwesten.